wil ik het team van Moesson en in het bijzonder Vivian van harte feliciteren met 65 jaar Moesson. In deze tijd met Vivian is het blad helemaal aangepast aan de moderne tijd. Het is echt een modern blad geworden. Ik denk toegankelijk ook voor jonge gezinnen, voor een breed publiek. En ik hoop van harte dat Moesson ook bijzonder veel abonnees gaat krijgen en nog tot in verre tijden kan blijven bestaan. Ik ben heel erg trots op het feit dat ik nu ook best wel veel dingetjes samen doe met de leuke mensen van de Moesson. En ook betrokken was bij het nieuwe logo. En eigenlijk bovenal ook om te zien dat nu een stukje verjonging plaatsvindt. Want we zijn natuurlijk al derde, vierde generatie beland. En dat voor iedereen, voor ieder wat wils. Ik vond het een eer om gevraagd te worden voor dit filmpje. En ik vond het ook heel leuk om toen ik mijn boek In de Hok maakte in Moesson te verschijnen. Want ik dacht toch wel dat ik een heleboel heilige huisjes zou omtrappen in de Indische keuken. Maar in tegendeel, niemand werd daar boos over. Of niet dat ik weet in ieder geval. En ik werd omarmd door de Indische gemeenschap. En ik kwam ook nog eens heel mooi op de cover terecht van Moesson. In deze tijd, waarin mensen allemaal op zoek zijn naar hun wortels, speelt Moesson ook een belangrijke rol. Het is toch meer dan Tempo Dulu. Het gaat ook over de koloniale tijd. En we denken nu anders over de koloniale tijd dan vroeger. Wil je de geest levendig houden, verdiep je dan in dat verleden. Moesson is toekomst. Hou je geest lenig. Vroeger lag je bij mijn oma op de koffietafel en was het een mooie gelegenheid om over vroeger te praten. Nu lig je daar nog steeds, maar je ligt ook bij mij op de koffietafel. En kan ik nog steeds praten met mijn oma over vroeger, maar ook over nu. Ik ben abonnee geworden omdat ik dat bij mijn moeder en mijn oma ook wel eens tegenkwam. En vooral omdat er allemaal verhalen over Indië, Indonesië in staan. Familieverhalen van Totoks, Indonesiërs, Indo's, Molukkers. Derde generatie, tweede generatie, over schrijvers. Allemaal onderwerpen die me interesseren. Omdat ik toen in 1991 begon met Rambokan, mijn stripboek over Indonesië, de decolonisatie. Ik nog helemaal niets van af wist. En met Moesson kwam ik allemaal familieverhalen, achtergrondverhalen tegen. Normaal gesproken ga je met pensioen op je 65ste. Jullie gelukkig niet. Tot in lengte van jaren zou ik graag Moesson willen blijven lezen. Niet alleen omdat het gerelateerd is aan de Indische gemeenschap in Nederland. Het is veel breder dan dat. Ik ben altijd wel weer blij en nieuwsgierig als de nieuwe editie er ligt. Ik volg jullie al heel erg lang. Ik ben al heel erg lang abonnee. En ik heb al eens eerder gezegd. Jullie blad is het enige blad. Of het nou een dagblad is. Of een weekblad. Of een maandblad. Jullie blad is het enige blad dat ik altijd lees. En daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. En ik vind het vooral heel erg leuk, Vivian, dat jij nu het stokje hebt mogen overnemen. Want ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ik vind het heel erg mooi dat Vivian Boon nu hoofdredacteur is en daarmee eigenlijk het stokje van haar opa heeft overgenomen. Oftewel, Moesson is echt een blad om van generatie op generatie door te geven. Dus laten we dat doen.